gaan naar, dat zijn goede vrienden van me, die hebben een kapsalon, Turkse jongens. Hele leuke gasten. En dan ga ik altijd, dan ga ik knippen en scheren. En lekker verwennen, even een uurtje niks. En je bouwt een band op met die jongens, dus, en ik gun het ze. Deze jongens werken keihard. En die dragen wat bij aan de maatschappij, en daar hou ik van. En er zijn ook Urkers zat die geen zak doen. Nou ja, die beschouw ik dan gewoon, nou ja, dat zal dan wel. Zal dan wel. Ik discrimineer niet, ik stem wel PVV, maar om andere redenen. Ik ben absoluut geen racist. Ik respecteer iedereen die er is. Ik heb alleen maar één ding. Werk je of werk je niet? En dat is voor mij wel een issue. En of je nou groen, geel, paars, al ben je voor mij maar een wuppie. Dat interesseert me niet. Als je maar wat doet en wat bijdraagt aan de maatschappij, dan zit je bij mij een goede adres. Dat Tony van Urk komt is dus niet zo bijzonder, maar een PVV-stemmer bij een Turkse kapper, dat is misschien wel wat apart. Iedereen heeft zijn eigen mening. En als jij elkaar zijn mening accepteert en respecteert, ja, dan is het toch gewoon mooi. Vakken moeten nodig gevuld. En die is ook dood. De zussen Grietje en Eltje zijn ook al op de been, want de bezige bijtjes gaan op deze mooie lentedag naar het tuincentrum om nieuwe plantjes voor de tuin te kopen. En behalve mooie bloemen zijn er ook mooie mannen. Ja. Jullie zijn wel een beetje bekende Nederlanders. Ja, we zijn helemaal bekend. Ja, we hebben ons even gelachen over. Ja. Kon je nog een beetje verstaan dan? Komt u nog een beetje verstaan dan? Wat zegt u? Komt u nog? Ja, grapje. Knappe man die ons tegenkwam. Ja. Ja. Ken je die man? Met die werkkleding aan of zonder werkkleding? Zonder. Zonder kleding? Ja. Dat is een beetje gek. Weer een goeie. Dat is Stef. Ja, dat doe ik wel. Ja. Dat is mijn leidinggevende. Ja. De ruimte. Dat is een hele knappe man. Lekker hoor. Goed, dank u wel. Is het lekker? Heerlijk. Ja. Heerlijk. Bedankt. Ja, de Urken zouden ook wel van bloemetjes buiten zetten. Sommigen hoor. Ja, ik hou ook wel van op zijn tijd, hè, alles van een feestje. Ik heb geen ritmegevoel. Zij wel. De ritme zit erin. Nou, kom op. Dansen. Ik ga niet van mijn rug, hoi. Zaterdag is visbakdag en die gebakken vis wordt meteen uitgedeeld. Krijn brengt zijn visjes ook altijd bij vluchtelingen die op Urk zijn neergestreken. Hoi. Hij draagt ze een warm hartje en staat ze bij als hulpverlener. En fietst sowieso elke zaterdag even gezellig bij ze langs. Dat hele grote vluchtelingenprobleem, dat is zeer boven mijn macht. Wat binnen mijn mogelijkheden is, zijn de mensen die op Urk komen. Hey, Pim. Hey, Jabba. Hey, hallo. Jullie houden van vissen, hè? Ze zijn nog warm, hè? Ja. Lekker warm. Oké, eet lekker op. Goeiedag verder, hè. Yo. Wat vluchtelingen betreft, er zijn er op Urk toch wel 200. Minstens 7, zo uit mijn hoofd toe. En de meeste daarvan komen, denk ik, uit Eritrea. Twee grote gezinnen ook. Syrië. Krijns volgende adres is dan ook een gezin dat gevlucht is voor de oorlog in Syrië. Hoi. Hoe gaat het? Goed. En een bloemetje voor je vrouw. Waar houdt je vrouw van? Welke kleur? Ja, rood. Rood, ja? Hallo. Hoi, hallo. Wat leuk. Nou, de familie wordt al groter, hè? Ja. Bij Dick zijn de hapjes alweer op. En nu het eerste deel van de verjaardag erop zit, heeft dokter Bianca nog een bijzonder cadeautje voor haar vader. Maar ik word nog een cadeautje voor je. Ja, dat meen je niet. Ja. Maar dat vond ik niet zo leuk met iedereen erbij. Met een foto van jezelf. Nee. Van de kleine? Nee, ook niet. Oh, god. Dit ben ik. Dit is mijn oudste dochter, mijn kleinzoon, mijn moeder en mijn achterkleinkind. Het is mooi geworden, hè? Oh, die vind ik prachtig. En dan is het eindelijk tijd voor het echte feest. Als jij mij vraagt, hè, wat je voor je verjaardag wil, dan zeg je al heel lang tegen mij dat je heel graag gewoon een Sinclair op je verjaardag wil. Toch? Ja?
Dat zal ik heel blij maken. Want ze is hier, Bonnie Sinclair. Hallo allemaal! We slapen ik over als kind. Is het iets dat ik daar nog ben? Levendig kijk ik om me heen. Ik ben er bekend, maar alleen. Het huis is er nog, ja dat wel. Maar nieuwe namen bij onze bel. Ik ben blij dat ik hem heb kunnen verrassen als verjaardag. Het is een hele knappe vent. Nou, dat vind ik wel, ja. Dat mag best gezegd worden, toch?